Ja, ik ben gewoon even stil gewoon. Ik bedoel, ik weet ook niet. Goeiedag. VI. Nou, grote kop in de krant. VI gaat gewoon door. Nou ja zeg. Nou ja zeg. Het is te gek voor woorden. Dat is wat het is. Ja, want wat hebben we allemaal niet gehoord de afgelopen dagen? Ja, we komen er niet uit. Gené gesproken met Derksen en Gijp. Nee, we komen er helemaal niet uit met z'n drieën. En Derksen, ja, ik zie dat ook helemaal niet gebeuren. Nee, want dat is helemaal niet meer geloofwaardig. Dat zei Derksen, ja. En Gijp, die heeft zelfs die Gené nog uitgemaakt voor NSB'er. Ik noem hem alleen nog een gluiperd, maar hij niet. Hij zegt gewoon een NSB'er. Dus ja, hallo. Maar, hey. We komen er niet uit en wat ik gezegd heb, dat gebeurde. Dat is precies zo gebeurd. De zender of Talpa, die hebben druk uitgeoefend. En in dit geval is dat dan John de Mol zelf. Ha! John de Mol heeft zich ermee bemoeid. En die zegt in zijn onmetelijke wijsheid, die zegt, ach, het is zomaar een ruzietje. Het is maar even wat. En het maakt niet uit. Want jullie gaan weer op tv en de chemie gaat gelijk weer zijn werk doen. Nou John, hey, dag. Dag John. Ik hoor John nog tegen mij zeggen een keer. John zegt tegen mij, hey Harry, wat denk je ervan? Ik ga een talkshow beginnen met die Peter Jan Rens. Ik zeg, nou John, ik wil niet veel zeggen, maar daar heeft Peter Jan Rens de personality niet voor. Daar gaan de mensen niet van houden. Dat wordt niks. Ha! John de Mol, die lacht mij uit. Ha, ha, ha. Maar jij hebt geen verstand voor tv. Nee, ik niet, John. Maar jij helemaal niet. Want hoe is dat afgelopen met die Peter Jan Rens? Pst, verdwenen van de zender. En nu maak je weer een beslissende fout. Want je denkt, ach, we doen dat gewoon zo even. En die kijker, die pikt dat wel. Nee, die kijker, die pikt dat niet. Nee. Nee, want die onthoudt al die dingen die er gebeurd zijn. Die onthoudt wat er gezegd is. Dat het niet meer geloofwaardig was. Dat heeft Derksen een paar keer gezegd. En Derksen heeft ook een paar keer gezegd, ik kom niet meer aan een tafel met Gené. Dat heeft hij gezegd. En nu buigen zij, en Gijp ook, die buigen dus voor John de Mol. Oh ja, John, als jij dat vindt, oh, ja, oh, dan doen we dat wel. Nou, en de kijker, die heeft daar geen zin in, wat ik al zei. Want die hebben geen zin straks in die toneelstukjes. Dus, wat doe ik straks? Ik kijk niet.